Ben jij nu nog steeds aan het kijken naar deze toffe serie? Dan wil ik je echt bedanken, want we zijn nu aangekomen bij de finale. Heel tof dat je deze serie hebt gevolgd. Ik zeg geniet ervan en we zien jou na de intro. Hoppa, en daar zijn we dan, laatste chapter. 1 hour until fall. En nog 1 uur te gaan. Met wie praat je nu? Joyce was nog even Joyce, gekomen. Joyce. I wonder how much these sessions are of any help for you now. Just won't listen to me and things seems pretty. Ja, die hebben ze allemaal dingetjes opgeplakt, sensors. So I'm gonna leave you now, Josh. It's time you learn. There's more to be afraid of. Hij is de baas van die Indigo's en zo. Dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat. You had so many people who cared about you, who were willing to help. But at every turn you choose to push them away, and now you're all alone. Though by the sounds and things. Het is ook altijd waar het eindigt. Is er dat kantoor, denk ik. Dus ik kantoor in één keer niet goed. Ja, ja. No, you won't be alone for long. Deep breaths, Josh. Deep breath. Kijk, hij leeft nog. Ding dong dong, ding dong dong. En vader Jacobs. Get away from me! Alleen dan de Franse vers. You're dead! Sorry. You're dead! Shut up! No! You're dead! That's not right. You manipulate. No. You are a coward. There, you got him. Hij heeft echt stemmetjes in zijn hoofd. I trust you. Jij bent helemaal to Mike gegaan, hè? Jij bent helemaal geturnd. Oké, laatste hoofdstuk. Ik verwacht hier wel echt heel veel van, hoor. Deze duurt een uur. Nee, nee. All alone. But you're with us now. Family. Get away from me! Get away! Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Yo. Wat gebeurt hier, joh? Op zijn onderkaak, joh. Ja, hoe moet je anders komen? Oh, die ingewande. Is this what you want? No! No! Why are you doing this? Leave me alone! Hij is gek in zijn hoofd, hoor. Why are you doing this? Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? Oh!
day. What the fuck, yo? It's hard to believe that thing used to be a person. Yeah. You gaat Jessica vinden. We zijn wel 10 minuten terug in de tijd. Maar net met Josh was het 6 uur 10 en nu is het 6 uur. What kind of weird shit? Someone was capturing the Wendigos. Had them all tied up in these restraints. I saw some pretty fucked up shit. Wow. I must have just let them all out when I blew the place up. Maar meer dat hij gebeet is. I got one crap of zo, ja. Hé, hey, dat is een waterrat. Hij doodt hem daar. Ja, hij zag het. Is echt een... Ja, toch niet meer aan. Het is echt in de totem. Oh, dat is het gebouw, joh. Ja, het hotelding. Nee, dat... Waar ze in het hele begin in waren. Ja, dat is al gebeurd. Fine. Tot vuur. Nee, maar dat was toch een ander gebouw? It's okay. Sure? I'm not dead yet. Famous last words. Oh, it's freezing. I can feel my fingers. I can feel my fingers. Hi. Echt gek einde komen straks, dat kan niet anders toch? Ja, maar trouwens, als de storm stopt, dan komen de helikopters nog, hè? Ja, maar dat was niet voordat het, dat het in ieder geval het moet licht worden, dus until dawn. Hij zei niet voor until dawn. Dus moet dat. En until dawn is over 1 uur. Zie. Kijk hoe lekker zwemmen daar, joh. Is dat? Ja. Wat is dat? Hey, dat is die ene man. Ja. Die ons wel helpen. Ja, Chris. Wat was Chris? Ik denk dat Chris is met die bondkrachten. Oh, I'm gonna be sick. Wait, hold on, hold on, hold on. I think I saw something. Oh, Josh. Is hij zichzelf aan het praten daar? I'll take orders from you. I'll take orders from you. You can't tell me what to do. You can't tell me what to do anymore. You can't tell me what to do. Oh, okay. Okay, I trust you. I trust you. I trust you. What's the matter? He's tripping or something. Josh! Mike. Josh! Hey, man. Mike. Don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full metal jacket. We didn't think we'd get you back. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. Here. Oh, God. You see that over there? That means there's a direct way out. Come on. Josh is helemaal de weg kwijt, joh. There's no way Josh is gonna make it up there. Okay. If you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah. Yeah, good. You bring Josh back the way we came, and we'll all meet at the lodge. Be careful. Yeah, you too. Zijn ze al van het klimmen, zei je? Joh. Let's go, you fucked up son of a bitch. Nou, dat wel. Spaghetti. Oh nee, ik ben Josh. Daar moet het ook al mee eindigen, Josh. Ik denk wel goed loopt. Ja. I'm sorry about before, man.
Sowieso gaan ze dingen tegenkomen. Ik killed Mike en jij toch ons. Ding nog. Wat zit hier om de gek te gillen, joh? I didn't want you to die. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook dat lichaam zien hangen daar. Ze gaan door het water, langs het waterrad. Ja, maar daar kwam hij net uit. Ja, ik weet het. Maar daar was hij nog in. Het beest. Ja, hij was baantje aan het trekken. Hij is helemaal koekoek. Helemaal koekeloe. Yo. Ja, maar die zussen wilden gewoon Josh terugpakken. Ja, maar hoezo? Hij heeft er niks gedaan. Nou, hij heeft hun nu geholpen. Ja, maar wat moet hij doen? Hij had waarschijnlijk toch die man die oh nee, hij lag te pitten. Hij lag te pitten, Josh. Die lag op dat tafelbureau of dat in de keuken, oh, ja, weet je wel. Hey, Matt is er ook weer. Matt is er ook weer, joh. Wat een gek huis. Laat een keer een lampje aansteken, dat is lang geleden. Wrijven. Oh, hij gaat dwars door dat ding heen. Het gaat ook altijd aan, hè? Oh. Ja, dit zag ik echt niet aankomen, sorry. Maar gelukkig raakt hem niet goed. Nice to see you too. Oh my god. Die zag ik echt niet aankomen ook. Nee, maar ook dat zij dat benedenken. The fine, okay. Jesus, Jess. What the hell happened to you? How the fuck are you still alive? Yeah. There's something been going on tonight. Someone really fucking with us up here. Hoe pak is dat woord? Fuck. Ja, maar dat is wel zo. Het is ook gewoon fucking normaal. It's pretty confusing. No, I'm telling you. It's okay. I didn't mean to scare you. No, God. Can you move? Yeah. Come on, Jess. De schep is opeens weg, oké. Okay. En die was kapot gegaan. Bij een klappie. Maar met als een bodybuilder, die zou hebben. Oh, hij heeft zo'n gespierde nek, had die. Oh, denk een sprintje. Look at that. Some sort of cave in here. That was me. What? I fell through that roof. You fell this far? Jesus. That makes two of us. I fell off a goddamn fire tower down here. You're kidding me. Kijk te lopen, joh. Veranderd zijn het straks in de ding of zo. Misschien is het al half zo eentje, joh. Dat moet ook nog een keer gebeuren, toch? Dat een van ons zo eentje gaat worden. Het is ook al gone, hè? Maar dat komt ze aan. Hij loopt heel zelfverzekerd. Ja, want hij wordt ook nooit gepakt. Ik geloof me dan, joh. Dit zijn ook de twee die nooit in het verhaal voorkomen. Die zijn nu eindelijk nou, bij elkaar. In het begin wel, joh. Oh ja, in het begin wel, ja. Zo de elke keer bouwen dus gewoon... Ja, ja. Jullie moeten het zeggen. Run. Jesse, come on. We
Of zij kan niet runnen. Maar ja, vorige keer was hij het ook niks. Ja, dit is beter ook. No! Nou. Helemaal met een schep geslagen uiteindelijk. We gaan toch wel gewoon iemand. Iemand overleven, toch of niet? Ja, dit is jouw kant. Oh, dit was mijn hele korte maar. Het wordt dag. Met onze held. Oh ja, zij is ook nog aan het klimmen. 6 uur. Oh nee, dan moet ik zeker weer die knopjes inkikken. 6:36 is het. 24 minuutjes. Doe maar gewoon rustig. Met hoe snel die gaan, joh! Zo gefocust. Misschien niet. Hoeveel moet ik er nog klikken? Als je die laatste had gemist, was je denk doodgevallen. Zo ja, hoog ging. Als ik eentje überhaupt had gemist. Vooral nu op het einde, joh. Elk foutje is gewoon klaar. Het was wel lekker uiteindelijk weer buiten zijn. Uit die grotten. Dit was ook die enige. Zij heeft de slimste van allemaal. Zij heeft gewoon een lampje op de kop zitten, joh. Ja, dat ook. Niet zo minder eigenlijk, want dan valt ze meer op. Dat is de maan. Moonlight. Weer door het water. Ja, nu kom je op enige keer deze weer. Toevallig ook elke keer tot de heup, hè? De vagina wou je zeggen, hè? Nee, dat is een vagina. Dan zit je tot de bovenvoet. Ja. Nu kopje onder zelfs. Dat was links, hè? Dat is goed voor je geheugen. Oordan. En springen maar. En breek dat beetje. Hoeveel gaan ze nog kreunen? Ik zou er ook al helemaal klaar mee zijn als dit mij dit overkomt, hè. Dan zou ik vanzelf de pek overhalen. Ja, zeker weten, joh. Ik heb niet meer moeite. Hé, hey, joh! Nou, ik klik 5 keer op een driehoekje en hij pakt hem gewoon niet. Je moet driehoekje ook, hè. Ja, dit gaat zo meteen exploderen. Dus kom niet binnen. Hey! Oh, come on, open up! Guys, come on, are you in there? Let me in! Sam. Mike. Oh gosh, you look terrible. You're gonna look worse if we stay out here. Ja, hij heeft die in zijn nek toch? Kan het ook op zijn kopje. Okay.
erbij was met Josh. Nu moet hij ook gewoon kopen. Josh is toch gepakt? Die was toch kapot geknepen? In het water. Ik got hem. God, what an awful way to go. Not good. What do you think we should do? We should check the basement. Maybe someone left out there. Laat wel eens afsluiten. Goed maak ze. Laat ze ons een keer gewoon een pretje geven, ja? Dat is wel een goed idee. Dat zal wel zijn lachen in de pot. Gaat ze weer naar de kelder, hoor. Ja. Dat was ook de safe room, was dat. En de cinema. Voor mij is iedereen weggegaan. Ja, ik weet alleen dat die Matt en Jessica nog wel gaan. Oh, nee, Jessica ook. How do you rate our chances of survival? Hm? I'm trying not to think about it. Oh, run! Run! Oh, shit! Dat is slim. Maar waren dit nou de laatste drie of niet? Nee, Matt moet ook nog. Maar die Matt die kan alles hebben. Was dat zij daar gewoon te wachten? Te chillen daar. Ja. Ja, controletje maar neer, Verel. Hij heeft me neergelegd. De twee druipt langs mijn oksels. Heb je hem nog vast? Ja. Laat hem gewoon. Ja, maar zag ik moet die allemaal knoppen indrukken. Ze maken van die rare spastische bewegingen, hè? Het gaat tegen elkaar. Gaslek. Explosie straks toch? Ja, wat we hadden gezien. Ja. Alleen Matt overleefde. Maar dat lampje gaat die kapot maken. Wat gebeurt hier ook allemaal? Joh. Oh, hij beweegt wel. Nice. Ik denk dat dit lampje aan doet. Daar komt de stroom en dan. En een kutlui. Ja, eigenlijk best wel slim. Je moet zo ook weg. Run! Run! Laat mij gaan! Nee, doe de switch. Dat is dat filmpje. Het hele begin. Anna heeft ons geholpen, dat was die grote monster. Daar zijn dit niet is wat Anna gewild zou, gewild zou hebben. Dat Mike ook zou branden. Ik snapte helemaal niks. Die Matt, dat was echt gewoon een mysterie, joh. En ja hoor, dit was het einde van de game. Heb je nou alle afleveringen gekeken van deze game? Dan wil ik je echt bedanken, want dit spel was echt genieten.
Wij hebben echt met veel genot hebben we dit spel gespeeld. En we hopen dat jullie het ook echt genoten hebben om te kijken. Wij gaan jullie bedanken nogmaals. En vergeet niet te abonneren natuurlijk. Maar ja, dat zou je in de tussentijd wel hebben gedaan. De duimpje omhoog is altijd welkom. En dat belletje mag aan voor een eventuele volgende video. Helaas niet meer in de Halloween Horror Week, want daar zijn we mee beëindigd. Na deze video. Maar dat geeft allemaal niet, want we komen natuurlijk gewoon wel terug met andere games. Maar dat gaan jullie allemaal vanzelf zien. En nogmaals bedankt voor het kijken naar deze hele week. En natuurlijk naar het bekijken naar deze game. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer.